zijn we dan eindelijk? Hey, wacht eens even, waar is Leo? Hij is toch niet weer in die bosjes gekropen, zeker? Nee, dat ben ik jullie ook al vergeten te vertellen. Hij is zich gaan solliciteren bij de Liking. Hij vond dit verhaal te saai, te cliché en te spannend, dus is hij maar daar gaan solliciteren. Wat gaan we daar doen? De Liking zit vol met spanning, zelfs meer als in dit verhaal. Voor welke rol gaat hij? Howdy. Voor Mufasa waarschijnlijk. Vijf minuten acteren en that's it. Howdy, wat gaan jullie doen na dit sprookje? Laat ons nu gewoon richten op dit verhaal. Rustig, je lijkt al te flippen. Tuurlijk flip ik. Hoe kan dat stomme poesje beter scoren dan mij? Er zijn zoveel leeuwen op de wereld en hij is een mega bange scheid. Er zijn zo weinig mensen van staal in de wereld. Waarom kiezen ze hem dan? Hè? Rustig, hij heeft de baan nog niet eens, hè, stalen theepot. Je kunt nog altijd een eigen serie maken. Megastaal. Ja, dan brengen Schrikkie en ik een plaat uit. Hou het hoofd erbij. Ja, ik voel de baby. Oh, lekker bezig. Dat was dan de vergeten scène van de Tovenaar van Oz. Woe. Ja. Neus op.